culturele onderstroom is geworden in Europa, dat we dat met z'n allen hebben bereikt. En dat we met z'n allen doorgaan om te vechten, om dat verder uit te bouwen tot een inspiratiemodel voor de wereld. Dank u wel. Nou ben ik in het vorige leven ben ik 3 jaar sportleraar geweest. En als je nou heel veel spanning in je lijf had, dan moest je eruit werken misschien of hardlopen of ging wat anders doen. En als ik jou de keuze laat om te gaan hardlopen of muziek maken, dan kies je voor. Dan kies je voor muziek maken. We hebben hier een. Ja, het is geen baby bread. Alhoewel ik wel het karakter van een vleugel heb. Dat is een piano voor je besteld. En je mag zelf de spanning eruit werken, naar de centrum. Dan kom je helemaal geluid direct aan de borrel. En dan krijgen we een duidelijk verjaardag. Dat lijkt me mooi. Dat was een hele revolutie van je op tijd. Klokje aan uit waarschijnlijk. Nee, maar je kan me helemaal te googelen. Van Florrie de Vaart. Ik heb het met je naam te maken. K-R-I-E. Nou ja, kijk. Het plan is dat ik nu een stuk ga spelen. Dat oproept tot revolutie. Dat is namelijk de revolutie-etude van... mijn gisteren van Frédéric Chopin. Het is een stuk wat ik ook in de deelraad heb gespeeld. Daar staat een mooie vleugel in de zaal. Ik weet helemaal niet of ik dat op dit ding kan. Want ik heb er geen idee van hoe dat in elkaar zit. Misschien komt er wel helemaal geen geluid uit. Maar ik zal het proberen. Goed, dames en heren, goed vandaag. En we zien vanzelf aan je lichaamstaal of het goed gaat. Hè? Ik doe mijn best, maar het is een beetje een vreemde toestand voor mij. Thank you.
mooi.